President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in het kader van 48 jaar stadkundige onafhankelijkheid 91 personen gedecoreerd. De gedecoreerden zijn personen die Suriname op een bijzondere wijze hebben uitgedragen in het buitenland of zich hebben ingezet voor welzijnswerk en de instandhouding van cultuur. Personen die zijn gedecoreerd zijn voorgedragen door religieuze en sportorganisaties, het bedrijfsleven, serviceclubs, zorginstellingen, culturele organisaties en individuele personen. Er zijn ook voordrachten gekomen voor mensen uit de zang- en muziekwereld, politieke organisaties en het bestuurlijk apparaat. De onderscheidingen aan de 91 gedecoreerden zijn in diverse gradaties en klassen die elk een uitstraling zijn van de bijzondere inzet van de personen. Volgens president Santokhi brengt de onderscheiding de onbaatzuchtige verdiensten van de decorandi tot uiting, welke niet alleen zijn opgevallen, maar die ook gewaardeerd worden door de Republiek Suriname. Rond de jaardag van de Republiek Suriname is daarom een goed moment om al deze hardwerkende vrijwilligers en sociaal bewogen mensen een hartgrondige dankjewel te zeggen voor uw inzet voor de gemeenschap. En ik breng dan ook dank uit door middel van deze uiting. Door u een eremedaille uit te reiken of u te benoemen in een der ereorden van de palm of de gele ster. Santokhi zei ook dat onder de decorandi zich mensen bevinden die zich naast hun dagelijkse arbeid zich vrijwillig inzetten voor welzijnswerk ten behoeve van hun medemens. De decorandi zijn mensen die zich belangeloos dienstbaar hebben gemaakt voor land en volk. Wij brengen als land, als regering, hulde aan u. Door u met een ere onderscheiding van de Republiek Suriname te eren voor uw nimmer aflatende inzet voor onze gemeenschap op velerlei gebied. Op heel verschillende manieren en momenten en wel op uw eigen wijze. Het staatshoofd drukte de gedecoreerden op het hart om het goede werk voort te zetten. Ook wees hij erop dat Surinamers in tijd van nood hun medemens moeten helpen. De president hoopt dat de onderscheiding van de 91 personen als stimulans mag dienen voor andere landgenoten om zich te blijven inzetten voor de gemeenschap. Op allerlei gebieden en op verschillende manieren.